eerst is Tom nog druk in Houten, want daar is hij vorige week begonnen met een tuin voor Ande en Daan. Ja, onze tuin is gewoon echt een drama. Ja. We zitten eigenlijk altijd met de gordijnen dicht. Zelfs als de zon schijnt, dan gaan we daar niet zitten. Ze hoopten dat Tom met dit plan hun saaie, grauwe tuin kon omtoveren tot een stoere tuin met tropische tintjes. En ze hadden nog iets op hun wensenlijst staan. Ik zou heel graag een buitendouche willen. Dat vind ik wel heel leuk. Want ja, er komt gewoon heel veel zon in onze tuin. Het is gewoon altijd warm. Dus ik zou het wel lekker vinden om een buitendouche te hebben. Nou, genoeg te doen dus. Tom legde de terrassen aan, maakte een speelse vlonder als brug ertussen. En hij plantte al het nodige tropische groen. En ondanks een paar tropische buitjes gaat Tom vandaag vrolijk verder. Een van de wensen van Ander is een buitendouche. Nou, je ziet het al. Ik vind het namelijk heel erg leuk om dit voor haar te gaan maken. Dus daarom heb ik een acacia-stam meegenomen. Het is een heel hard houtsoort. Dus heel geschikt voor deze functie. De acacia groeit in Europa. Er hoeft dus geen regenwoud gekapt te worden en er is niet veel transport voor nodig. Aan de achterkant van de stam zaagt Tom een sleuf voor de waterleiding en boort hij een gat voor de douchekop. En... yes! Hij past nou. Nu de klemmings nog aan de achterkant vastzetten. En dan kan hij worden aangesloten. Deze Cryptomeria behoort tot de coniferen. Het is alleen een traaggroeiende variant. En dan wordt een meter breed en wel 3 meter hoog. Dus dan wordt deze schutting mooi opgevuld met groen. De Japanse ceder heeft fris groene naalden en hij houdt van een beschutte standplaats in de volle zon of de lichte schaduw. De Penicetum, oftewel de lampenpoetser, is een siergras die zo'n 50 centimeter hoog wordt. En in groepen kan het heel mooi als een bodemdekker fungeren, maar als solitair kan je het ook heel mooi neerzetten. En dat is de Nederlandse naam te danken aan, hoe kan het ook anders, dat ze vroeger met deze arens de lampen schoonpoetsten. Het groen van het lampenpoetsersgras verkleurt in de herfst naar groen-geel en de plant is daardoor een kleurrijke aanvulling op een wintertuin. Dit plantje is de tongvaren en die heeft langwerpig, tongvormig blad. Hij wordt zo'n 40 centimeter hoog en in de winter geeft hij ook veel kleur aan je tuin, want hij houdt dit mooie groene blad. En verder is het ook nog een hele goede bodemdekker. Welkom terug, we zijn in Houten, in de tuin van Ande en Daan, die al behoorlijk op een tropisch oerwoud begint te lijken. In het midden van de tuin heeft Tom bijzondere plannen voor deze taxussen. Om de kluit heen zit jute en dat zorgt ervoor dat de kluit goed bij elkaar blijft tijdens het aanplanten. Er zijn verschillende types jute en dit type hoeft niet af te halen, want het verteert in de loop van de tijd. Met de donkergroene kleur van de taxushaag komen de andere bloemen en planten in een tuin goed tot hun recht. We hebben nog wel een beetje aan het terras gesleuteld, want we hebben namelijk een stuk uit tegels gezaagd, zodat er een mooie organische vorm ontstaat. En om die nog meer te benadrukken, plant ik de taxussen wel met de volle kant naar buiten, zodat er geen gaten te zien zijn vanaf de zijkant. Tom gaat deze taxussen sculpten, oftewel vormsnoeien. Hij wilde namelijk een bolvorm uitknippen, zodat het een soort taxuswolk wordt. Bedenk voordat je gaat aanplanten waar de bollingen komen, want waar het laag is, zet je de lagere planten neer. En waar de bolling groter wordt, zet je natuurlijk ook dan de grotere planten neer, zodat de vorm mooi duidelijk zichtbaar wordt. Dit is de Taxus baccata en die is heel goed geschikt om sculpturen van te maken zoals dit. Omdat hij juist in de breedte groeit ten opzichte van andere taxussoorten die juist de lengte groeien. Voor een mooie volle haag zoals deze kun je de taxus het beste in april, na de vorstperiode en eind september snoeien. Zodat de haag weer strak de winter ingaat. Terug naar Houten waar Tom een urban jungle tuin aanlegt voor Ande en Daan. Dit gedeelte hebben we opgebouwd in deze honingraadmatten waar een vliesdoek onder zit wat water doorlaat. En daarin zit het fijne split, dat is eigenlijk heel scherp grind. En als het in elkaar zit is het best wel een vaste massa. En daaroverheen hebben we deze toplaag van het grovere grind en dat is allemaal afgerond. Dat is natuurlijk gewonnen en daardoor is het ook heel fijn om met je blote voeten overheen te lopen. Ook is het goed om overtollig hemelwater af te voeren. En als je een buitendouche hebt, is het ook perfect. Ik heb deze hele schutting bekleed met heidematten. En daartegenaan heb ik de hele helix gezet. Die is natuurlijk beter bekend als de klimop. Dit is de clematis. En hij ziet er nu niet echt spectaculair uit. Maar binnen 2 jaar tijd kan hij wel 8 meter groeien. En er komen ook echt heel veel bloemetjes aan die ook heel erg lekker ruiken.
is heel zenuwachtig. Ik zou bijna zeggen ontspannen, maar... Niet helemaal? Nee, niet helemaal. En ik denk dat je het heel mooi vindt. Kom op. Yes. Het gordijn is omhoog, dus het is alleen nog een kwestie van omdraaien. Ja. En ik zou zeggen, ga dat doen. Oké, dan gaan we het heen. Let's go. Wow. Oh. Dit is zo. Voor zich is. Oh, dat had ik zo niet verwacht. Ik weet niet waar ik moet kijken. Zo. Dit is echt heel gaaf, zeg. Ik vind het echt, wow. Ja. Nee, dit is echt heel dit erg tof. Dit is super tof. Zo. Echt heel mooi. Maar kijk, joh, lampjes erin en zo. Ik ga even de alsof ik water banden, joh. Ja. Nou, we zijn even terug in Brazilië, zo. Ja, Palma. Ja. Echt heel mooi. Dit ook, joh. Kijk eens. Oh, die had ik nog helemaal niet gezien. Oké, zo. Ja, supertop. Ja, nou, dit wilde ik. Dus, ja, dit is helemaal compleet. Ik had altijd zo'n lelijk opblaas zwembadje, maar nu heb ik gewoon mijn eigen jungle douche. Dus helemaal blij mee. Jij wilde ook graag verschillende hoogtes, hè, Daan? Ja, dat is natuurlijk. Ja, precies. Ja, we hebben gewoon de terrassen, zeg maar, voor en achter. Ja. Elkaar verbonden door middel van deze eigenlijk zwevende vlonder. Ja. En deze taxiswolk in het midden is eigenlijk een soort van, ja, die maakt het balans in de tuin. Okay, zo een beetje gedaan. Kijk, in dit gedeelte hebben we dus ook verhard, maar niet met tegels, want we hebben juist grind neergelegd. Kijk. En het is natuurlijk ook met name handig als de douche open aanstaat. Ja, die gaat elke dag aan in de zomer. Ik denk als we vanavond hier onderstaan. Ja, zou het. Denk het. Ja, de tuin die is gewoon mooier dan we verwacht hadden. Boven verwachting. Ja. Ja. Het is echt bizar. Je kan dit niet voorstellen en het is gewoon... Ja, het is heel onwerkelijk, maar het is gewoon helemaal perfect voor ons. Ja. Give it to the